Goedendag. Afgelopen nacht moesten een aantal stuwen dicht, want vanwege storm Pia kregen we met hoogwater te maken. Onder andere de Ramspolkering, maar ook de Maaslandkering moest dicht. En dat was voor de eerste keer sinds de installatie van deze kering. Dus toch wel een bijzonder feit om te benoemen. Dat hoogwater, dat hebben we onder andere ook te danken aan het vele regenwater waar we mee te maken hebben gehad in Europa. Ook hoogwater in de rivieren. En dat komt natuurlijk ook door de westelijke stroming, waar we al een hele tijd mee te maken hebben. Regelmatig worden buien of regenzones aangevoerd, ook in de laatste week van dit jaar. Af en toe komt er nog wel een rug van hoge druk voor, waardoor het tijdelijk wat droger is. Maar we zien richting het nieuwe jaar dat er toch weer nieuwe lage drukgebieden staan te trappelen om ook onze omgeving binnen te trekken. Heel ander weer is het in Scandinavië. Daar is het eigenlijk al een hele tijd koud. Er was even een korte tussenpost waarin het iets zachter was, maar opnieuw worden daar flinke hoeveelheden sneeuw verwacht. Daar dus ook een witte kerst, bij ons allerminst. Het wordt namelijk erg zacht tijdens de kerst, met temperaturen van misschien wel 12 of 13 graden. En normaal zitten we rond een graad of 6, dus dat kun je met recht wel een erg zachte kerst gaan noemen. Hoe ziet dat er dan de komende weken uit? Pakken we eerst even de luchtdrukafwijking erbij voor de laatste week van dit jaar. Op dit moment hebben we dus nog te maken met meer lage druk invloed dan normaal. Daardoor dus ook die grotere kans op regen in onze omgeving. Zien we ook goed terug in deze kaart. 10 tot 30 mm boven normaal. In het zuiden van Europa, daar is het ietsje droger door die invloed van hoge druk. Qua temperatuur ook een duidelijke scheidslijn te zien hoor. Die ligt zo ongeveer net ten noorden van Nederland eigenlijk. Scandinavië dus in de kou, daar echt winterweer met sneeuw. Ten zuiden daarvan juist temperaturen die ver boven de norm liggen. Dus die 12, 13 graden die we op een aantal dagen misschien wel gaan halen in delen van Europa. Maar er zit wel wat verandering aan te komen in de weken daarna. Pak ik eerst even het luchtdrukpatroon erbij in de eerste twee weken van januari. Dan zien we echt wel een verandering. Die lage druk invloed die verdwijnt. We zien eigenlijk dat er zich een drukgebied probeert op te werpen op de Atlantische Oceaan. En de winden rondom een drukgebied waaien met de klok mee. Dus dat zou het zou zomaar kunnen dat we te maken krijgen met wind uit het noorden of misschien wel noordoosten. En dan zou die kou die zich nu genesteld heeft in Scandinavië ook makkelijk tot onze omgeving kunnen reiken. Dat zien we ook goed terug in de temperatuurafwijking. Bij ons nauwelijks meer een afwijking te zien, terwijl we inderdaad de weken daarvoor nog echt wat die positieve afwijking zaten. Scandinavië blijft in de kou. De warmte die zit dan iets meer in het zuiden van Europa. Maar dat zou dus zomaar kunnen, mocht die wind toch even uit het oosten gaan waaien, dat die kou uit Scandinavië echt wel ook richting onze omgeving kan gaan afzakken. Ja, dat zien we ook in de weken daarna. Het is een beetje eentonig, maar ik laat de beelden toch wel even zien. Want echt positieve afwijkingen zien we niet. De week van 8 januari tot 15 januari. Opnieuw bij ons nauwelijks afwijking. Normaal zitten we dan rond de graad of 6 overdag en in de nacht rond de graad of 1. Dus het zou zomaar kunnen dat er een wat koudere episode dan tussen zit. En ook de week van 15 tot 22 januari. Nog steeds die kou in het noorden van Europa. Iets warmer weer in het zuiden van Europa en wij nog steeds op die scheidingslijn. Dus dat is toch wel even spannend voor de winterliefhebbers. Dan pak ik ook nog even de weerregimes erbij. Want daar kunnen we ook vaak wel aflezen met welk weerpatroon we te maken gaan krijgen de komende weken. Op dit moment hebben we te maken met een NAO-plus-situatie. Dat betekent dat er veel lage druk invloed is op de Atlantische Oceaan. En dus ook bij ons, want die lage drukgebieden die bewegen zich vaak over West-Europa. Maar in de eerste week van januari en eigenlijk ook de weken daarna zien we toch wel een ander patroon. Dat NAO-plus-signaal wordt echt wel wat minder. We zien vaker de Atlantische rug voorbij komen. Dat is dus dat hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan. Wat ervoor kan zorgen dat die kou aan de oostzijde van het hoge drukgebied kan gaan afzakken. Maar onder andere ook het blokkingssignaal. Dat is meer hoge druk boven Scandinavië. Wat bij ons ook winterweer zou kunnen opleveren. Het is nog wel erg onzeker zoals je ook kan zien. Er zijn ook nog allerlei andere opties mogelijk. Maar het is wel een verandering van het patroon van wat we de afgelopen weken hebben gezien. Daarnaast is er ook nog iets anders interessants aanstaande. Of misschien, want het is ook nog een beetje onzeker. En dat vindt allemaal plaats hogerop in de atmosfeer, op 10 hectopascal om precies te zijn. Wie weet gaan we namelijk te maken krijgen met een sudden stratospheric warming. Een lastig begrip en ik ga het even kort proberen uit te leggen. In de winter hebben we te maken met de polenvortex. En normaal is deze heel compact, waardoor we eigenlijk altijd met westenwinden te maken hebben. En dat zien we hier goed terug. Positieve getallen, dat betekent westenwinden. Maar soms is die polar vortex zwakker, kan die uit elkaar vallen en kan bij ons de wind ook richting het oosten gaan draaien, wat bij ons bijvoorbeeld winterweer zou kunnen opleveren. Nou, hier hogerop in de atmosfeer, daar begint dat dan eigenlijk. Zoals ik net al zei, als de getallen positief zijn, hebben we te maken met westenwinden op 10 hectopascal. Worden ze negatief, dan hebben we te maken met oostenwinden. En we zien een duidelijke daling in de eerste week van januari, waarbij de verschillende leden van het Europees Weermodel Komen met een sudden stratospheric warming. Het zou er dan dus voor kunnen zorgen dat, mochten die oostenwinden... ook in de lagere luchtlagen tot ontwikkeling gaan komen, die oostenwinden bij ons voor kouder winterweer kunnen gaan zorgen. Zoals ik zei, het is nog wel erg onzeker, maar het is iets waar we wel rekening mee houden en dat ook in de gaten houden. Dus daar komen we in toekomstige 30-daagse weersverwachtingen absoluut op terug. Nou goed, voor het zover is, hebben we dus nog niet te maken met koud winterweer of iets wat daar maar ook op lijkt. Het is eerst juist erg zacht en wisselvallig in de laatste week van 2023, in het nieuwe jaar. Dan zou het dus mogelijk wat kouder kunnen worden wanneer die kou vanuit Scandinavië wat meer richting onze regionen probeert te komen. En die signalen voor de opwarming van de, atmos van de stratosfeer, moet ik zeggen. Die kunnen ook nog wel zorgen voor wat kouder weer in de loop van januari. Dus voor winterliefhebbers is er toch nog wel iets om naar uit te kijken. Tot de volgende keer.